Een hele goede dag. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Het is inmiddels al 5:30 geweest. Ik heb het al de hele tijd ontzettend druk gehad. Ik heb boodschappen gedaan en van alles. Ik ben eten aan het maken. Niet voor vandaag, maar voor morgen. Zo heb ik hier Barbie ketchup. En ik heb hier poffertjes. Maar die poffertjes zijn niet voor... voor morgen, maar die zijn voor vandaag, voor de kinderen. Ik heb hier smoorjawa. Die staat op. Ik heb kipsaté, heb ik al klaarstaan. Dat moet ik maken. Sambal goreng telors, hete ei, moet ik maken. Dus dat is allemaal voor morgen. Zodat morgen, hè, als wij bezoek krijgen, dat het allemaal geregeld is. Dus dat. Niels die komt vanavond pas ergens een keer thuis. Hij is straks wel thuis geweest, maar heeft even gedoucht, omgekleed en is weer weggegaan. Dus ik ben vandaag de hele dag alleen voor de kinderen. En dat merk ik ook wel. Het kost me genoeg energie vandaag, kan ik je vertellen. Omdat ik ook vanochtend boodschappen heb gedaan en alles. En ik had gewoon even niet de puff om te vloggen. Dus dat. Ik ga nou even de kindjes poffertjes geven. En dan... als hun straks naar bed toe gaan, eet ik daarna eventjes op mijn gemakje wat. Want ik krijg nu toch niks naar binnen. Dus dat. Dus ja. Meer heb ik eigenlijk nu niet te vertellen. Kom hier, mama helpen. En zo. Lekker hè? Dan denk je misschien van waarom zet ze Jordi op de grond neer. Dan eet Jordi gewoon iets beter. Dus vandaar dat ik het even zo doe. En ik heb gewoon geen zin in die zeur van de kinderen. Maar ondertussen doe ik wel Sam leren dat hij met de vork een poffertje aan kan prikken. Niels is even voor mij melk halen bij de winkel, want anders kan ik geen saté-saus maken. En dan hebben de kinderen ook geen melk meer. Mama, was ik aan het filmen? Ik heb hem niet thuis horen komen, maar ik moet nog wel van alles hier doen. Want ik ben tot kort nog wel met deze grote Sjaak bezig geweest. Dus ja, dat. Ik ga daar verder met eten maken en alles. En, Paka! En, ja, ik weet het verder ook niet. Dus dat. Zo. Ik ben inmiddels opgefrist. Ik heb een jurkje aan. De kindjes lopen nog hier in een onderbroek rond. Die zijn net wakker. Ik heb nou heel eventjes de vaatwasser... die ik weer aanzet. Want ja, hè, als je dingen kookt, dan maak je ook dingen vuil. Dus dat. Zo dadelijk komt het bezoek. En ik ben eigenlijk alleen maar bezig geweest en opgeruimd en gepoetst. En Niels is nu heel eventjes nog een keer melk halen. Want ik had melk nodig voor de satésaus. Maar dat is iets meer geworden dan dat de bedoeling was. Maar ja, hè. Ik zeg, breng dan ook gelijk slagroom mee. Ik zeg, want hè, dat kan ook op de cake. Dat is ook wel lekker. Dus ja, dat. Ik ga nu de vaatwasser weer aanzetten. Kindje aankleden. En dan ben ik klaar voor het bezoek. Tada! En dan kan ik de kado af gaan maken, et cetera. En ik film straks tussendoor nog wel wat ik heb gemaakt. Maar het bezoek zal ik niet filmen, omdat, ja, dat is gewoon privé.
Alles is opgeruimd. Ja. En wat gaan we doen? Skibo. We gaan met z'n tweeën een spelletje Skibo doen. Lang geleden samen. Wie gaat er winnen? De winnaar. Zullen we het een stukje filmen? Zullen we het een stukje filmen? Ik vind het goed. Oké. Nou, als we klaar zitten, de volgende swipe ga je zien. Thank you.
En toen hadden we net het potje klaar. En toen hadden we een spouwranger. Ja. Liam heeft alles ondergespouwd. Maar hij is alweer gedoucht en de was staat alweer aan en we hebben zijn bed alweer opgemaakt. Dus we zijn goed bezig. Ben je zielig vandaag? Hij is niet lekker. Dus we doen lekker rustig aan. Maar ik had wel wat lekkers gemaakt. Tadaa! Volgens mij heeft Niels geen honger meer omdat hij die spouwspul heeft gezien. Ik heb daar geen last van. Er was een tijd dat ik er wel last van heb, maar ik heb er geen last van. Wij gaan even Samsung kijken. Vind die hem leuk? Goedemorgen! We hebben hier nog steeds een kindje dat niet zo lekker is. En dat is niet erg, dat mag. Niels is boven een beetje aan het klussen. En ik ben gedoemd op de bank nu momenteel. Ik mag tussendoor wel een keer weg van hem, maar ik mag niet te lang weg blijven. Dus ik doe kleine dingetjes tussendoor. En ja, dat. Meer kunnen we niet doen. Dadelijk doe ik wel even een ontbijtje maken. Jawel. En dan kijken we even wat hij eet. Hij weet heel goed wat hij wel en wat hij niet wil. Dus dat is alleen maar mooi. Dus we gaan kijken hoe het loopt. Het flesje is er tot nu toe goed ingebleven, dus dat is goed. Maar hij wil voornamelijk nu even op de bank zitten met mama koelen. Of papa, ligt er net aan wie er op de bank zit. En we zien het wel. Oh, en Niels is boven aan het klussen. En straks mag ik weer boven van alles doen. En ik doe tussendoor mijn was en dat soort dingen allemaal. Dus komt goed. Het is natuurlijk zondag en iets wat we eigenlijk altijd standaard zondags doen is lekker samen ontbijten. Dan gaf Liam aan dat hij toch wel heel graag wou eten. Dus ook die heeft lekker een bordje gekregen en dan eet hij maar lekker wat hij wil. Wist jij dat lieve heersbeestjes heel gezond van die op de plantjes zitten? En er zijn nog meer insecten die heel belangrijk zijn voor de natuur. Bijvoorbeeld spinnen, die eten de mugjes op en bijen maken honing. Lekker ding. Nee, nee. Je hoeft niet te huilen. Mama zegt dat je iets niet mag. Je hoeft niet om te huilen. Nou, kom hier. Kom hier. Mama zegt nee. Dat betekent niet dat je moet huilen. Je hoeft niet te huilen, schatje. Mama zegt alleen nee omdat je iets niet mag. Maar dat betekent niet dat mama boos is op jou. Kleine snottekont. Je bent een lekker ding. Ja, een lekker ding. Heb je zo gesnotterd? Ga je lekker spelen? Ga lekker spelen. Ga lekker spelen. Hi. Hi. Het is tijd om naar bed te gaan. En wat doen we als het tijd is om naar bed te gaan? Slapen. De vlog afsluiten. Oh. Hond is druk. Ja, die denkt bij de rijden. Ik heb even mijn gekke 5 minuten. Maar bij deze. De kinderen liggen te slapen. Ze zijn gedoucht en wel. Wij liggen ook bijna te slapen. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.